Wat zijn jullie verwachtingen? De spanning is om te snijden. Ik verwacht ballen. Ik ben Malou. Mijn naam is Alain. Ik ben Demi. Mijn naam is Tom. Ik ben Sanne. En ik ben Estelle. En in deze serie gaan wij op zoek naar geluk. De aflevering van Happy Hunters, waar jullie zo meteen naar gaan kijken. En ik wil even een disclaimer geven, en dat is natuurlijk dat deze aflevering is opgenomen voordat de hele coronacrisis is losgebarsten. Dus we zitten nu allemaal in quarantaine. Tweede disclaimer is dat we deze opnames deels hebben gedaan op de dag van onze verhuizing. Dat betekent dat we niet op de gele bank zitten en dat we misschien door alle hectiek het geluid hier en daar een beetje hebben opgevokt. Maakt niet uit, geniet van de aflevering. Klimmen, rennen, klauteren en springen. In onze kindertijd gingen dingen er behoorlijk anders aan toe dan nu. We gingen van bezorgdheden, van kunnen we wel buiten spelen vandaag, naar kunnen we deze maand de huur wel betalen. Kortom, onze kindertijd was een stuk onbezorgder en een stuk minder stressvol. Zal het ons mentaal welzijn goed doen om even terug in de tijd te gaan? In deze aflevering van Happy Hunter springen we op de trampoline, duiken we in de ballenbak en gaan we dit ondervinden. Deze aflevering gaan wij naar Babbel. En dat doen wij omdat wij weer ons innerlijke kind naar boven willen halen. Balorig, ja, the good old days, zeg maar. Ik heb er echt wel goede herinneringen aan. Ja, leuke herinneringen. Malou heeft haar arm gebroken. Ik heb mijn arm gebroken in Balorig. In zo'n speelparadijs. Met ballen. Ik ben inderdaad wel als kind best wel laat pas buiten gaan spelen, denk ik. Best wel laat? Ja. Oh. Ja. Ja, dat weet ik niet. 18 of zo. Ja, ja, precies. Wat deed je hier? Nee. Je tekenen. Ik ging echt volledig op in fantasie als we buiten gingen spelen of zo. En nu zie ik kinderen, ja, nu de jeugd van tegenwoordig zit achter die iPad. iPad. Ja. Nee, ik ging wel hutten bouwen. Tenminste, ik ging gordijntjes breien voor hut. Ja. Ja, ik ging echt met takken en shit. Ja. Ja. Bomen klimmen en zo. Ja, 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 ja. Ik wilde heel graag bij Totally Spice horen. Dus toen wij een kinderlokker in de buurt hadden, toen ging ik met zo'n raceautootje erachteraan. Dat is wat ik deed. Oh, nice. Wij waren best wel trendsetters in onze straat. Tenminste, dat vond ik altijd. Dus op een gegeven moment hebben we skielers gedeeld. Dus dan gingen we ieder op één skieler. En kijken wie zo lang mogelijk door kunt rijden met één afzet en zo. Dat deden ook heel veel kinderen. Dat, soms zie ik dat nog steeds gebeuren, dat kinderen op één skieler langs gaan. Dat begon bij jullie. Langsgaan. Ja. Cool. Trendsetters. Wat gaan we doen? We gaan in dit team drie anderen slaan. Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden in het speelparadijs. Ik heb daar zin in. Dus om eventjes samen te vatten. Wat we gaan doen is dat wij Capture the Flag gaan spelen, waarin wij een vlag gaan verstoppen in ons eigen hand. En dan moeten wij de vlag van de andere team moeten wij vinden voordat zij onze vlag. Maar wat daar extra last aan maakt op het moment dat jij in een andere helft zit en jij wordt getikt en dus dat jouw eigen vlagje er weer afgepakt wordt, dan moet je in de gevangenis tot een van jouw team je weet komt redden. Kortom, heel complex. Terminator gewoon. Was echt wel onder de indruk gewoon heel even van mezelf. Ja, nee, ik was echt teleurgesteld in mezelf. Ik voelde me echt zo een tientonner die daar door had. Is het nu de zin in de tunnel? Blijf hier zitten. En ik kwam niet vooruit. En Alain die ging daar als een soort slang doorheen. Het was heel irritant. Maar goed. Ja. Waar de fuck is Malou? Ik
rek voor je. Ja, ik voelde me echt een kind. En na afloop nog steeds. Ja. Ja, ik vond het fantastisch. En wat me het meeste is bijgebleven is dat ik... vooraf waren we een beetje bezig met opnames. Hoe gaan we dat doen en zo. Maar zodra ik erin ging, ik heb echt geen moment zorgen gehad over wat dan ook. Ik zat in de moment. Niemand kan de vlag vinden. Ik herhaal, niemand kan de vlag vinden. En ik ben kapot. Oké. Maar snel! Nee! Die bom vol! Jongens, volgens mij ligt het hier! Nou, het is ook eigenlijk niet belangrijk. Het gaat nee. Nee, het gaat niet om het dat je plezier hebt. Het gaat niet om het winnen. Het gaat om het meedoen. Ja. Ja, jongens, we hebben hem! Dit team hier, we wisten het eigenlijk al van tevoren. Dit zijn de sterkste mensen. Dus het is eigenlijk alleen maar logisch dat we hebben gewonnen. Heb ik vast gespeeld? Misschien een klein beetje. Ik moet heel snel schakelen met Malou. Het is echt voor de warmen. Ik ben niet gewoon klaar, hè? Maakt niet uit, het spel duurt lang. Wij hebben gewonnen. En wij hebben vriendschap ontwikkeld. Ja. Wij hebben inderdaad het meeste hier gewonnen. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Volgende vraag. Oké, nu is het wel klaar. Ik vond het echt het leukste van de avond was echt gewoon dat je zo'n adrenaline kick kreeg. En dat het echt veel snel voorbij ging, voor mijn gevoel. Ja, ik voelde me daarna wel gewoon relaxed en vrolijk. Een beetje gek doen. Terwijl toch... vet energiek zijn geweest. Ja. Dus dat is gewoon toch voor het koppie. Het heeft me gewoon eventjes inderdaad dingen laten loslaten. En op dat moment gewoon achter een vlag aangaan en gewoon even niks anders. Gewoon vet hard zweten. In de tijd dat we daarmee bezig waren, waren we ook echt alleen daarmee bezig. En dat merk want daarvoor waren we heel erg aan storyen en doen, of althans ik. En maar daarna was het gewoon alleen maar inderdaad in de moment. En zweet en bondjes. Wat gaan we doen? En echt inderdaad zo. Ja. Wat ik ga meenemen uit deze aflevering is dat het soms belangrijk is om dingen ook te doen zonder dat er een bepaald doel aan vast hoeft te zitten. Ik denk dat het soms goed is om gewoon echt iets te doen omdat je het leuk vindt. Punt.